Ik ben zeer vereerd met dit ereburgerschap. En ik vind het eigenlijk nog een veel mooier cadeau dat mijn hele groep hier geëerd wordt, waar ik mee deze avonturen mee mag beleven, de hoogte- en dieptepunten die het wetenschappelijk onderzoek met zich meebrengt. Nogmaals, dit vind ik echt ongelooflijk mooi. Dank aan iedereen hier en dank voor dit grote eerbetoon. Ze hebben het heel erg verdiend. Dank u wel. Nobelprijswinnaar Ben Veringa heeft gisteravond het ereburgerschap van de stad Groningen ontvangen. Hij kreeg de oorkonde van burgemeester Peter den Oudste na zijn toespraak, de Nobel Prize Lecture, in de Martinikerk. Nanowetenschapper Veringa ontwikkelde een moleculaire motor van een miljoenste millimeter groot. Deze motortjes kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt in de geneeskunde om medicijnen in het lichaam af te leveren. Met het ereburgerschap wil de stad haar waardering uitspreken voor de uitzonderlijke prestaties van Ben Veringa en zijn onderzoeksgroep. De burgemeester is trots. Nou, dat is once in a lifetime. Dit is zo uniek. Daar moeten we eigenlijk met elkaar, met heel Groningen, enorm trots op zijn. Ben Veringa is natuurlijk onderscheiden, heeft onderscheidingen van de hoogste orde gekregen. Wat de stad kon doen om hem te eren, dat heeft de stad ook gedaan. En ik vind het fantastisch om daarbij te mogen zijn. Voor de in Tinaarlo wonende Veringa is een uitzondering gemaakt. Het normale ereburgerschap zoals wij dat kenden was eigenlijk voorbehouden aan inwoners van de stad. De raad heeft nu besloten om dat voor deze uitzondering ook toe te kennen aan iemand die ergens anders woont. Het gebeurt op zichzelf in de wereld wel vaker, maar bij ons was de regel zo. En als iemand een Nobelprijs wint, dan is dat zo uitzonderlijk dat de raad dat ook heeft gedaan. De onderzoeksgroep van Ben Veringa werd onderscheiden met de erepenning van de stad Groningen. Op 10 december neemt Veringa de Nobelprijs in Stockholm in ontvangst.